Pluimvee is in de ontwikkelingslanden zowel voor de voortbrenging van eieren als met het oog op de productie van kippenvlees van groot belang. Geregeld komen uit die landen jonge mensen die al een zekere opleidingsgraad hebben bereikt naar Nederland, om hier via cursussen van het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen meer kennis te vergaren. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze kippen moeten onderzoeken op mogelijke ziekten. De praktijklessen worden gegeven in Barneveld, waar de deelnemers ook leren kuikens te seksen. Als ze na de cursus die een half jaar duurt terug zijn in eigen land, zullen ze de hier opgedane kennis weer kunnen overdragen aan anderen. Jaarlijks wordt ook een cursus over melkveehouderij georganiseerd. En voor de praktijk daarvan gaan de studenten naar deze school in het Friese Oenkerk, waar ze onder andere vertrouwd worden gemaakt met de modernste technieken. Ook hier geldt weer dat deze jonge mensen straks het geleerde moeten kunnen doorgeven aan hun landgenoten. De techniek van het melken met de hand bijvoorbeeld. In deze praktijkschool, die op het gebied van de veehouderij de enige is in Nederland, maken de studenten kennis met alle praktische facetten van het veehouderijbedrijf. Het is belangrijk dat koeien goed en voor zover mogelijk vers voer krijgen. Daarom ook wordt de cursisten het aanleggen, bewerken en onderhouden van goed grasland geleerd. Verschillende leraren die hier onderricht geven, hebben zelf in ontwikkelingslanden gewerkt. Zij kennen de problemen daar en weten dat vooral door overdracht van kennis in die landen betere resultaten bereikt kunnen worden.